NEC in de competitie in actie kwam was op 28 augustus tegen Rode JC. En dat komt omdat het stadion van NEC nog niet klaar was toen de competitie begon vandaar. Hier zijn de opstellingen. Besselink verdedigt het doel van de Graafschap. Hij vervangt de zieke Olieslager. Achterin Milan, Berk, Belenkamp, Isa, Vreeman en Lindenberg. Dan Den Turk, Arno Splinter, die na zijn overgang van Ajax naar de Graafschap voor het eerst in de basis staat. Turpijn en Meerdink. Fiscaal en Roelofsen zijn de spitsen. De elf van NEC met Roorda in het doel. Achterin voor het eerst Maarten Admodicoro, die is overgekomen van NAC. Van Pothuizen en Peter van Putten, zijn tweelingbroer Frits, zit op de bank. Het middenveld bestaat uit Gouwloze, Schulz en Latuheru. En voorin Van Rijswijk, De Gier en Renfirm. Hugo Walker is de commentator. 13 minuten gespeeld hier op de Vijverberg. Tot nu toe geen imponerende minuten qua voetbal. Het is een vlak duel, het is nerveus. Het is belangrijk natuurlijk voor beide teams, want ze hebben ze allebei brood en brood nodig voor punten. De Graafschap heeft er pas 2. En NEC nog niet 1, maar die ploeg heeft pas 3 wedstrijden gespeeld. Vorig seizoen overigens won de Graafschap hier met 2-1. Dit is Isa. Die durft te schieten van afstand. Te grote afstand. Aardige poging. Bal richting Fiscaal. Doet hij aardig. Goed op gereageerd overigens door Meerdink. Probeer het zelf maar, joh. Ga voor je kans. Roorda. Komt vrij ver richting De Gier. Die heeft te maken met Vreeman vanmiddag. Berk Belenkamp gaat er toch in de fout. Ja, Renfirm scoort. Renfirm 1-0 voorsprong. NEC fout in de verdediging van de directe tegenstander van Renfirm. Belenkamp. Turpijn. Speelt op Fiscaal, dit is Turpijn. Meerdink, draaien en proberen te schieten, zo dus, ja! En is daar die redding van de doelman. Schulz. En Vreeman. Gouwloze. Overtreding van Isa, een gele kaart denk ik. En die wordt dan heel kwaad. Maar aan de andere kant moet De Gier ook zijn handen thuis houden natuurlijk. Het was een overtreding. Niet eens een hele grove. Maar hij moet zijn handen thuis houden, De Gier. En daar reageert die Isa op. Die loopt overigens wel tegen een gele kaart op. Doeltrap Roorda. Renfirm meteen lekker doorgespeeld naar De Gier. Schulz. Mooi aangenomen. En dan gemist een dot van een kans voor De Gier. Aardige aanval van NEC. De manier waarop De Gier die bal aannam was uitstekend. En dan verwacht je eigenlijk een doelpunt. Kijk, dit is al heel knap gespeeld door Renfer. Breed gelegd. Schulz. Dan die pas diep van Gouwloze. Dat is een juweeltje in feite. Doodmaken. En dan denk je heel eenvoudig aan een goal. En dan raakt hij die bal buitenkant schoen. Wie gaat die vrije schop nemen? Dat is de vraag. Wordt het Schulz? Wordt het Hesp? Het is een bal van Schulz in feite. Maar het wordt Hesp goed ingestudeerd. Op de paal! En dan wacht Schulz te lang. Goed ingestudeerde vrije schop van NEC. En het geluk helpt de Graafschap een handje. Die bal op de paal van De Gier. Schulz. Overtreding. Overtreding van Den Turk, gele kaart. Latuheru. Schitterend. Mooi gekopt door De Gier en een prima reactie van Martijn Besselink. Baas Lindenberg op Meerdink. Mooie paas van Olaf Lindenberg. Ja, nu links uithalen. Gaat hij misschien? Ja! Meerdink. Doelman Roorda liet zich toch verrassen. Je kon die bal verwachten, kappen naar rechts en naar links intrappen. Maar goed, de score is 1-1. Ik vind het wat geflatteerd en wat gelukkig voor de Graafschap. Want NEC is tot nu toe de betere ploeg. Vreeman. Eeman. Aardig balletje. Gestift, getrapt. Mooi. Eeman.
Goed, goed breed. Tikt net niet te hard. Door Roelofsen heen, dan kon die bal meteen pakken. Schultz neemt die bal verkeerd aan. Fiscaal. Roelofsen. Ja, op de paal. Het is niet te geloven, die kopbal van Eenman. Dat dat geen doelpunt wordt. Het had natuurlijk een doelpunt dienen te zijn. Waarom zo scherp in die hoek de hele goal weer vrij is. Maar desalniettemin een wonder dat NEC daar ontsnapt. Dit is goed werk van Roelofsen. Die kijkt, die meet. En die ziet er eenmaal helemaal vrij staan. Wat een kans om die bal in te koppen. Meerding op Isa die ze dat goed aanbiedt. Isa even een versnelling zegt. Isa! Nee! Dit zit de Graafschap niet mee. Laat u heren, Gouwloos is een goede bal van Gouwloos in het loopspel van de Gier. Prima uit zijn goal komen van doelman Besseling. Eenman verliest die bal aan Admoricoro. Die wacht dan te lang om te pasen. En is Eenman weer terug. Eenman, mooie paas. Fiscaal. Fiscaal krijgt de ruimte om uit te halen. Op de paal en die bal taroboleert. Niet in de goal, het is niet te geloven. Dit is die paas van Eenman. Dan denk je heel even aan buitenspel van Fiscaal, maar goed, was het dan kennelijk niet. Dan draai je, dan kun je een schot verwachten. En wat denk je? Weer die paal. En die paal die zit NEC nog een kindje mee. Hesp. Spreekt Renfirm aan. Belenkamp blijft goed naar die bal kijken. Latuheru op Van Rijswijk. Van Rijswijk langs de tegenstander. Renfirm. Latuheru. En nu uithalen Gouwloos die bal drukken. Een doelpunt. Een doelpunt van Jack de Gier. En in de regen. Die coach die er helemaal niets van begrijpt. En dan de blijdschap. Maar hij wil het niet zo laten blijken. Van Calderwood. Gelukstreffer. Kijk maar. Gouwloze. En even die bal aanraken. Wel snel zien. De situatie. Snel overzien. Goal. Splinten. Fiscaal. Nog een keer kappen en dan komt die uithaal weer. Juist! Niet zo. Roelofsen. Meerding. Ja, dat is goed. Nou, daar gaat hij dan. Ja! Fiscaal. Helemaal een wedstrijd voor veel goals. Heel goed werk van Martijn Meerding. Brengt die bal bij Fiscaal. Was natuurlijk niet te missen, maar ja, die paal. Werd dit weer vermeden. En we staan op 2-2. Eén man die ingevallen was, wordt eruit gehaald. Begrijpt er helemaal niets van. Hij deed hele knappe dingen. Doet zijn shirt uit. Is beledigd, denk ik, de Egyptenaar. En hij wordt vervangen door Nehoda. Goed, Isaac gaat van een grote afstand schieten. Dat doet hij heel graag en dat doet hij heel goed. Een vrij schop van Putten. De Gier, oh, wat is dat mooi. Ineens gepakt die bal. Als deze stand gehandhaafd blijft, is dat uniek. Want in de confrontatie tussen beide teams hebben de Graafschap en NEC nog nooit tegen elkaar gelijk gespeeld. Dat is dan nu wel het geval. 2-2. Hele interessante wedstrijd. Een wedstrijd met een hoge amusementswaarde. En het gelijkspel betekent dan dat NEC zijn eerste puntje in deze competitie pakt. Dat was de laatste wedstrijd van vandaag. Althans, de laatste 2:30 wedstrijd. Straks, na het journaal van 8:00.